Oh ja, iets van knoppie ga ik doen, Henri. Vind je wel leuk, hè? Klopt niet. Nou, ik heb het gevonden. Knoppie. Henri droomt al jaren van Knoppie. Die in een catalogus van een sieradencollectie staat, die ooit door Sotheby's werd geveild en waarvan de opbrengst werd gestort in het Knoppiefonds van het Wereld Natuurfonds ten behoeve van de reuzenpanda en de Aziatische olifant. Knoppie is een speelgoedpanda die eigendom is van de schenker van de sieradencollectie en draagt een zwart fluwelen jurkje waarop een hertje en een kerstmannetje zijn geborduurd. Ze draagt ook een pandabeerbroche, een kettingje met olifantjes, een gouden horloge en een zwart met gouden armband. Het is echt een meisje. In het begin wilde Henri haar graag ontmoeten, maar sinds ik hem heb gezegd dat een goede fantasie net zo mooi kan zijn als de werkelijkheid, hoor ik hem er niet meer zo over. Af en toe vraagt hij om het boekje waar een foto in staat van haar en zegt dan met een gelukzalige glimlach op zijn snuitje: ik ga vandaag veel aan Knoppie denken. Wat denk je dan, Henri? Dan denk ik dat ze naast me zit en dat ik haar mag aanraken en dat zij mij heel erg leuk vindt. Wat gezellig. Ja, zegt Henri tevreden. Maar als ik haar nou ontmoet, is het geen fantasie meer, hè? Dan kun je ook nog wel fantaseren, zeg ik, want het blijft toch een liefde op afstand, want jij woont bij mij en zij woont bij haar baasje. O, zegt Henri nadenkend, zullen we haar dan toch eens schrijven? Ik vind het goed, Abibi, bedenk maar wat je zeggen wilt. Ik wil zeggen dat ik haar heel erg mooi vind en dat ik haar een keer wil zien. Tayyip, dat doen we.